Nou, ik zat even wachten op mijn rijlesauto, ja. En ik heb weer rijles van. Maar Emma, welke Turkse woorden heb je voor mij om te leren? Vertel. Vind het leuk. Misschien ook weer even voor de kijkers. Misschien heb ik wel Turkse kijkers. Ja, jij dan nu, dus. Okay, en je moeder. Dus zeg eens wat tegen je moeder in het Turks. Zo, oké. Iedereen die staat aan die kant. Mooi. Welke kant? Nee. Oh, daar. Ja, nee, ik zei niet shit om de ambulance. Ik zeg shit om dit. Ja. Oh god. Draaien. Nee. Ja, dat kan. We kunnen hier draaien. Dat we dan via de andere kant gaan. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 25 april 2022. En het is nu 1:08 in de middag om precies te zijn. Ja, ik ga zo Ro wakker bellen. Ik ga me nog eventjes fortuneren. Om 3:00 heb ik rijles. En misschien dat Ro nog zo meteen ergens naartoe wil. Misschien nog naar de mal. Ik kan niet weten. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En ik neem jullie mee met het auto rijden. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en dan wil ik even één ding weten. Waarom is mijn telefoon niet een keer zo waarschijnlijk als ik wil gaan filmen? Ik weet niet. Nee. Oh, lekker fris hier. Weet je wat ik ga doen? Ja, ik ben een beetje overbelicht nu. Maar oké. Ik ga mijn schoenen pakken. Nee, ook erg handig. Ja. Kijk, doe ik het zo? Ik ben weer een beetje donker. Ja, oh ja. Oh, ik ben donker. Ja, ik ben donker. Heel donker. Ja, ik heb allemaal ook aan de telefoon. Hey, hoe toevallig. Ja, hoe toevallig. Ja, zo is beter. Ik had namelijk wat aangezet. En dat was de focus. En als ik die aanzet en ik ga van donker naar licht, dan word ik overbelicht. Maar oké. Okay. Ja. Het regent niet, maar het is nog wel nat. Ja. Ik heb mijn haar al gedaan, maar ik wil niet echt wat ik wil zien. Maar ja, ik ben nog steeds blij mee. Nog steeds blij mee, echt waar. Heerlijk. En nou zat even wachten op mijn rijlesauto, ja. En ik heb weer rijles van Ella. En Ro die staat voor het raam. Kom even op het balkon dan. Kom even op het balkon. Ja, nou dan en dan doe je hem even open. Hé, maar... Hè? Ja, ik. Ha. En dan ga je toch lopen? Mafiosi, hè? Oh, soms. Maar ik sta lekker op buiten. Om 3:00 heb ik afspraak, maar ik weet het ongeveer. Ze zijn altijd wel iets later, maar dat maakt niet uit. Nu al. Maakt helemaal niet uit. Nee. Ja. Gaan we hier naar rechts, toch? Oké, nee, is goed. Oké, is goed.
doel. Dankjewel. Oké. Okay. Gaan we lekker richting CBR. Yep. Oké. Okay. En dan vormen we examenroutes, ja? Oké, okay, top. Helemaal goed. Doen we. Gezellig. Ja, gezel. Oh, en dan moeten we dan weer dik aan het honden door. Kijken of die auto er nog staat. Nou, en? Dan staat hier toch. Ja hoor. Ja, en toch hou ik dit altijd vrij. Dit. Ja. Doe je goed, toch? En heel veel mensen doen dat niet, hè? Uitrit vrij houden. Er zal maar een politieauto of nog een ambulance uitkomen. Ja, wat ga je dan doen? Ja. Ja, dan ben je benieuwd, hè? Yep. Het kan me echt niks schelen als hij daar weer staat, hoor. Mij ook niet. Ik heb hem toch geholpen, hè? Ja. Hij hoort zijn alarmlichten aan te zetten, klaar. Ja, klopt. Klopt. Want voor hetzelfde geld rijdt daar politie. En dan gaat hij ook gewoon stilstaan, hoor. Ja, klopt. Gaat hij politieagent dan ook idioot noemen? En dan krijg je een bekeuring omdat je een ambtenaar in functie beledigt. Ja, dat klopt wel. Do it looks like I give a shit? Nee, precies niet. Nou, dit is dus Ella, hè? En mijn andere rijinstructrice. Ja, ik bedoel, ik help haar weer maar, hoor. Ja. Maar ja, ik denk, weet je, dan zien ze een jonge dame. En dan van een jonge dame kunnen ze het dan niet hebben, denk ik. Nee, dat klopt. Zo. Ik denk dat dat het gewoon is. Uh-huh. Ja, gaan we hem leuk maken, hoor. Met die route in mijn hoofd. Oh, oké. Ja, zeker. En je hebt nog een hele route in je hoofd. Ja. En dus je weet die alle routes uit je hoofd dan? Of wat? Al die examens? Nou, niet alle routes. Oké, okay, en wel want wat? Er zijn er heel veel, maar ik ken er wel een paar, zeg maar. In Delft, Voorburg, Rijswijk. Ja, oké. Okay. Waarom sta jij zo raar daar in die bocht? Met die Opel, die grijze. Ja, die had waarschijnlijk geen geld. Nee, moet ik even kijken hoe ik dit gaat oplossen. Er is heel ruim omheen. Ja. Ja, kom. Hij draait er al bij. Ja, draai maar eentje naar mij. Helemaal zo. Yes. Doorpakken, jongens, kom op. Zo, wat was dat? Nee. Iemand die aan het remmen was of zo? Ja. Mei. Niet zo scherp. Juist. Oké, okay, zo. Oké, als we uit de bocht kijken, wat zien we dan? Een bocht. Uit de bocht, dan zien we zebrapad. Yes. Veilig? Yep. Ja, de fietsers denken dat de weg van hun vader van hun is, ja. Ja. Ja, op die manier, uit de bocht, ja, oké. En dan gaan we gewoon rechtdoor. Rome en ik hebben hier eens een keer meegemaakt en dat er een busje en tegen die gele betonnen blokken aan is gereden. Mm-hmm. Ja, en dit heet een Jumbo-blok, wist je dat? Jumbo-blok? Ja, een Jumbo-blok. Vraag me niet waarom. En hier moet er ook nog iemand ergens anders wonen. Maar waar ergens in de buurt? Geen idee. En een bocht. Ja, laat op. Rijswijk uit bijna. Geen trammetje, nee. Jumbo. Ja. Kom meneer veilig oversteken. Ja. Met hondje. 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 Is toch echt wel een hond hoor. Het is geen hondje. Is toch leuk? Is een hondje. Ja, vind ik is een leuk. Hondje. Vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Overdag nog even, zeg maar. Oh nee, mag nog niet. Ha! Grappig! En er zijn een hoop mensen die daar ook in trappen, hè? Ja, zeker. Een hoop mensen. Zeker, hey, flyover! Nou, joep. Nee, K.O. Zo, sorry.
Dat was mijn fout. Wat was mijn fout? Kijk, nou mag ik wel. Wat was mijn fout? Meest rechte baan. Kijk, ben ik gelijk hier. Ja, ik kan wel eerst op die baan terechtkomen, maar dat schiet niet op. Nee, daarom. Geen trammetje, geen bus, nee. En deze bocht daar, die moet ik ruim nemen. Niet, en niet een binnenbocht pakken. Mm-hmm. Dat wou ik van de week doen, een binnenbocht. Echt? Ja. Oh, dat is niet zo leuk. Nou ja, echt gewoon tegen die lijn aan, zeg maar. Nee. Afsnij eigenlijk. Ja, een soort van. Oh, dat vind ik niet leuk. Kijk uit met dat hondjes. Kijk. Bochten naar links zijn altijd groot en ruim. Juist. Dit is wat en wat Basiel wil zien. Toch? En dan met een langzamere snelheid. Ja. En dan bij die twee, tussen die twee in. Ik heb nog een kropje veilig. Yes, je voetgangertje, meneer. Ja, dan kun je ons ook kijken, maar wij moeten ook gewoon door. Ja, ik heb geen voorrang hier. Nee. Ja, het rommelt dan, jammer dan. Ja, ik kan wel doorrijden, maar. Iemand, want die staat net precies in mijn hoek, zeg maar. Yes. Yes. Wil je de trein op of wil je gelijk weer terug? Nee, we gaan gelijk terug. Okay. TV-ploeg. Oké. Okay. Oké, okay, wat gaat er hier gebeuren? Oh, zeker met... hoe noem je dat? Ze gaan zeker vragen van ja, wat CBR gaat doen aan de coronamaatregelen. Ja, dat. En we gaan hier naar rechts, maar ook gewoon examenplekken en zo. Met die wachtrijen en zo. Ja, en want vanaf 2 mei, dan hoef je ook nog geen monddoekje meer op te doen. Niemand. Nee, mooi. Zo. Niet sneller nemen. Mm-hmm. En dan Amsterdam, hè, zei je? Ja. En dan vanaf nu Amsterdam-Utrecht, ja? Ja, is goed. En zo meteen is het gelijk 100. Ja. Amsterdam Utrecht. En dan mag je nog eentje opschuiven. Ja, oké. Okay. En nu deed ik het wel, hè? Kan je hier ook heel even 100 blijven rijden, alsjeblieft? Ja. Oké, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Mag ik de boorden richting Den Haag voorwaarden volgen? Kijk wat de vrachtwagen gaat doen. Ja. Den Haag voorburg. Ja, maar even kijken, gaat het druk worden? Weet je, doe maar gewoon Amsterdam Utrecht. Dus ja, schrijf een beetje op, ja? Ja, dan word ik gast bij. Spannend, ik merk toch omdat ik hoog zit. Ik zie alles. Ja. Oké, dan mag je daarna de borden richting Leidschendam volgen. Ja, is goed.
Yes, box. Alleen ik moet inderdaad gewoon die zelfvertrouwen hebben. Ja, zeker. En dat vind ik in deze auto eng, zeg maar. Omdat het dus hoog zit. Ja, en dan zie je letterlijk alles. Ja, ik zie echt alles. Ja. En dan blijf ik rijden. Ja. Zelf het CBR wil zien. Dan mag je weer de borden richting Leidschendam volgen. Yes. Kan je wel iemand even wachten, maar... Fietsers of zo. Ja, precies. Oké, dank u wel. Kijk, dan geef ik haar ook de ruimte. Dank je wel, schat. Lief, lief. Vind ik leuk. Ja, dat vind ik leuk. En vervolgens links afslaan naar de Korsbaanslaan. Het is weer zo'n lekker klein rotstraatje. Oh, nou, toch zo. Wat ga je doen? Nou, hier wachten. Ja, daarom. Want dan, dat gaat hem niet redden, schat. Ja, dacht je dat ik door zou rijden? Nee, ik weet niet. Wat dacht je dan? Ik schrok een beetje. Hoe dan? Ik zweer, mijn voeten stonden gelijk redden hier weer. Nee, joh. Oh, Karin, ik ben gewoon een beetje moe. Ja, dat begrijp ik. Nog 22. Oh, lekker, goed, lekker gas los. En als je merkt dat je toch nog te snel rijdt, dan doe je gewoon, druk je gewoon een beetje op je rem. Ruime bocht. Hier ook weer een straatje. Ja. Nu rechts afslaan. Ik verlaat een uitritconstructie. Opa, die is daar nog. Oké. Ik heb die busje gezien. Dan ga ik hier mooi veilig staan. Ja, mooi. Niemand gaat oversteken. Die daar. Juist. Links afsluiten. Geen voetgangers, nope. Dus het is veilig, yes. Een fietser. Oké, maar Emma, welke Turkse woorden heb je voor mij om te leren? Vertel. Vind ik leuk. Misschien ook weer voor de kijkers. Misschien heb ik wel Turkse kijkers. Ja, jij dan nu, dus... Okay, en je moeder, wat zeg eens wat tegen je moeder in het Turks. Over mij of zo, wat ik dus helemaal niet begrijp. Nee, kijk, weet je wat je moet zeggen? Is leuk. Tegen iemand die niet normaal kan doen, dan moet je diegene vragen of diegene een mens is. Dus ben jij een mens? En dat zeg je dan in het Turks, insan mısın? In? Sam? Sam? Mısın?
zou bijna denken. Wat en wat is struikelwoord, joh? Insam. Insam? Mussen. Mussen. Ja. Oké. Okay. Dus als iemand iets raars doet, of als iemand oneerlijk doet, dan vraag je diegene of hij echt eigenlijk wel een mens is. Dan zeg je, ben jij wel een mens? Snap je? Ja. En dan zeg je insam mussen. Insam mussen. Ja. Insam mussen. En als je iemand bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een dorpeling wilt noemen of zo, of een berg wilt noemen. Amsterdam, ja, dus dat is deze boek. Juist. Dan noem je diegene een Goondi. Een Goondi? Ja, een Goondi. Goondi is dorpeling. Oké. Dan ben je eigenlijk gewoon een dorpeling, snap je? Ja, oké. Okay. Dan kan je een beetje denken aan... Deze boek ga ik echt niet rustig aanpakken. Kijk, en nou is het snelweg. En 100. Actioneren. Amsterdam. Leuk. Rotterdam. Ja, blijf je gewoon hier. Wanneer ga jij je plaats op de weg corrigeren? Als die vrachtwagen in mijn achteruitkijkspiegel op, zoals nu. Yes, thank you. Yes, sir. Ja, dat is bij deze. Stoer tegen je doet, ja. Dan moet je tegen hem zeggen, hey Goondi, ja. Ga je rustig aan doen of snap je? Ja, oké. Okay. En dan volgen we gewoon plasmodder. Ja, het is 70, dus ik ben al aan het minderen. Juist, dankjewel. Rechts aanhouden, een afslag nemen, 10 kilometer richting Rijswijk, plasmodder. Ja, gaan we straks uitvoegen. Dus ja, ik moet even wat, weer wat meer snelheid gaan maken. Kijk hier ook in je schouder. Yes. Juist. Ja. Ik ben niet in mijn achteruit kan spiegelen. Ja. Hij gaat deze kant op, dan kan ik die kant op. Juist. En hier is het 90. Ja. Want dat gaan we toch echt eventjes niet doen. Niet, is toch leuk? Ella is toch leuk? Dat vind ik niet leuk. Niet? Nee. Ik vind het niet leuk. Echt op lijst. Lekker in de file staan, joh. Nee. Ik vind het niet leuk. Ga maar bij de verkeerslicht rechtdoor. Dat is eentje opschuiven. Juist. Ik wou je net vragen. Nou, de binnenspiegel is daar en de buitenspiegel is daar. Nee. Ah! Wat een bom. Ja. Je staat nog eens een keertje op beeld ook. Oh! Wauw. Wat een wauw zeg. Oh ja, ik wil eventjes zijn tot aan de streep, schat. Ja? Ja. Kom maar. Dat doe ik ook. Vind ik leuk. Zo, wauw. Wat een wauw. Gaan we afkloppen. Zo, Basiel. Dat... ja. Als er nou een auto vanaf die kant had gekomen, dan had hij... Oh, zo. Ja, maar dagdromen, hè? Ja. Dagdromen, dan wordt dit. Yes. Vaar op de weg anders. Maar echt. Zo. Letterlijk. Laatste bepaling. Yes. Bijltje volgen. Ja. Na 600 meter rechts afslaan. Zie je me ook, hè?
Wou je gaan remmen net? Nee. Oh. Dat dacht ik al. Hi, politie! Dit is al de zoveelste keer. Maar ja, ik mag nou rijden, hè? Ja. Harder willen rijden als wat ze willen, prima. Na 600 meter rechts aanhouden, afslag nemen 9 knopend Ypenburger, vervolgens rechts. Oké, dus aan deze kant blijven. Oké. Okay. Ja. 19 Delft Rotterdam. Dus kan ik wel 100 en gaan rijden, maar dat werkt dan niet, hè? Gelijk. Ja, eventjes. En even accu-lussen, eigenlijk, hè? Zo'n raar rotstukje, dan moet je toch even die 100 pakken. Ja. En dan in één keer naar 70. Ja. Maar ik doe het nu wel, hè? Gelijk 100. Jetser. Jetser. Ja. Zeg dat nou goed? Nee, ja. Nou wel. Jetser. Oké. Okay. Jetser. Jetser. Zeg eens Jetser. Is leuk. Is grappig. Is grappig. Zeg eens Jetser. Jetser. Ja, dat wil ik wel doen, maar hij staat op rood. Ja. Dus hoe moet ik dan nu gaan afslaan? Nu? Zo, die rijdt eventjes nog door rood. Wat janken deze auto's altijd? Ja, dat weet ik ook niet. Wees blij in dat ik nog niet doorreed. Ja. En met die witte Mercedes, weet ik veel wat dat is. Wat hier de snelheid is hier? Ja, 50. Juist. 53, 55 mag net. Wat een zijkaars is, zeg. Oké, mensen. Rustig aan. Ik kan niks afslaan. Rustig aan. Je bent het wel. Blijf de weg volgen. Eigenlijk deed mag, mocht daar eigenlijk niet, sorry, mijn fout. Ik had die hele kleine stukje door en getrokken streep nog niet eens gezien. Heel klein stukje. Maar ik moest hier uitkomen. Ja, vind je leuk, hè? Ja, vind ik leuk. Ja, vind je leuk. Ik ga nu wel even, dat zal ik maar even niet doen. Je zag wel wat ik wou doen, denk ik. Ja, ja, zeker. Dat vind ik leuk. Leuk! Ja, jongen! Vind ik leuk! Maar echt. Leuk, 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 leuk. Als je dit wat zou je doen. Oh ja. Waarom staat hier alles geblokkeerd, als ik vragen mag? Ja, niet weg bij vader. Zo, oké. Okay. Iedereen die staat aan die kant. Mooi. Pik. Oh, welke kant? Nee. Oh, daar. Ja, ik zei niet shit om de ambulance. Ik zeg shit om dit. Ja. Oh god. Bommen. Ja. Als je, ja, draaien. Nee. Ja, dat kan. We kunnen hier draaien. Dat we dan via de andere kant gaan. Acht? Ja. Oké. Okay. Jittig. En ja, dan ben ik makkelijk in dan. En dan ga ik zo meteen daar draaien. Die kant op. En dan via Voorburg. En dan die kant op. Is het daar niet druk dan? Nee. Het is overal druk. Dom, 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 dom.
ben ik even zo. En anders via Rijswijk, Moerwijk in. Ja. Via de snelweg, zeg maar. Dan hier zo draaien. Nu recht afslaan. Ja, dus. En omkeren naar de laan van Moerwijk. Dat was een beetje te snel. Schat, zo draag je geen jas, joh. Het is zo koud. Ik ga rechtdoor en dan ga ik de snelweg op. Ja. Vind ik leuk. Zo. Want hier ga je nog heel lang blijven staan. Dat gaan we niet doen. Nope. Dat gaan we echt oprecht even niet doen. Nee, ik ga niet rechtsaf, mevrouw. Koekenprouw. Ja, sorry hoor. Ja, maar dan moest hij wel even aanstaan. Ja, dan moet... Nee, ik ga niet die kant op. Kijk dan. Ja, daarom zeg ik al. Ik ga hier af. Ik ga via... Den Haag-Voorburg. Ja, dat is wel eigenlijk mijn plan. Zo. Dat gaan we toch echt... Ja, daarom doe ik het eventjes op mijn manier. Ik weet hoe ik nou moet rijden, dus wees blij. Sorry Basiel dat ik nu even... Zo, ben ik blij dat ik langzaam opkom. Ik weet hoe ik moet rijden. Ja, we gaan toch gewoon lekker de route veranderen. Ja. Dat is toch niet erg. Scherpe bocht kaap. Mooi. Die kant op. Hey, weer met 100, hè? Jette. Goed zo, ik ben lekker bezig. Jette. Nu links afslaan en vervolgens rechts afslaan naar de Regiusweg. Ja, dat weet ik bijna. Mooi, rechts afslaan naar de Regiusweg. Dat ik wel redelijk vast. Mm-hmm. Weet je wat we gaan doen? Wat? Dus we gaan naar links en dan gaan we. Ja, zie ik dat op. Ja. Via de Sint Barbara. Juist. Gaan we weer draaien, jongens. Zijn er winkelen. Hey, voilà. Wat is dit nou weer? Zo irritant. Ja, dat vind ik dus niet leuk, hè? Rechts afslaan. Nee, joh, je meent het. Echt. Maar er zit een vrachtwagen voor mijn neus. En ook een auto die niet kunnen rijden. En 30. En we hebben een verkeerslicht. Ja, dat is ook nieuw. Fietsjes op de terrein. Zo, dat is een oudje. Die oranje auto, zometeen. Kijk. Dat moet ik wel even op hebben. Nou, dat dan. Kijk. Wat een lelijk. Heel schaap. Echt super lelijk. Dat mag ik zeggen, hoor. Toch? Mag je? Ja, tuurlijk mag je dat zeggen. Rechts afslaan naar de Winkhorstlaan. Ja, maar ik wil ook en ook die verkeerslicht zien, dus daarom. Kijk, ik kan er wel te dicht op gaan zitten, maar wat heeft dat voor zin? En je hebt eerst een vrachtwagen. Ja. Hoezo? Is die aan het bumper kleven? Dat voor, ja, die. Hoeft eigenlijk niet, maar. Ik
Kijk, als het straks op de hoofdweg druk is, dan gaan we eentje naar rechts pakken, ja? Ja, is goed. Waarom doet niemand dat? Ja. Van rijbaan wisselen, doe je knipperlicht aan. Oké, wacht even hier, we gaan hier naar rechts. Of is het druk? Is het druk? Ja, dat is druk. Gaan we hier naar rechts? Kijk, die auto, die is slim achter ons, die komt op ons mee, zie je dat? Zo, wat is de maximum snelheid hier? Zo. Vond ik even leuk. Dan die kant op, hè? We gaan naar links. En dan gaan we tussendoor. Oh, hierin. Dat vond ik even leuk. Oké, okay, dan gaan we onze charmes op tafel gooien en vragen of we er langs mogen. Nu rechts afslaan en vervolgens de tweede links afslaan. Zo, we staan. En ik ga geen kruising blokkeren, want dat is gewoon even 250 euro. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaat ook hard door en naar beneden. Jeetje. Jittig. Kijk, als die Toyota Yaris snel ietsjes meer naar voren... Ja, gewoon en gewoon ertussen douwen. Ja, maar goed. Dat moet, hè? Kijk, dat gaat rijden. Ik sta er maar wel vast. Ja, rijden. Kom op met je Toyota. Kom. Ja, goed kom, zo. Kom. Ja, ik knal hem er al tussen. Doei. Top. Thank you. Kijk, en de Haagse mentaliteit weet ik wel, maar de Turkse mentaliteit waarom? Weet ik niet. Waarom? Net zoals in, bij de Haagse markt. Mijn genade. Ja, wij gaan toch niet zo lang wachten elkaar in, toch? Gaat u maar, meneer. Ga maar door, schat. Nee. Toch niet? Nee. Wat gaan we doen? Je hebt me ook in. Niet nodig. Nou, toch wel? Kom maar. Tjoe! Zijn auto. Oh, hij moet achteruit. Ah, en voor hem. Aha, ja, oké, ik begrijp hem. Oké, ga maar hoor. Ja, en je mag geen dit en dit niet en blokkeren. Ja, opaatje, hij kan er misschien wel langs. Maar als er een auto is... Toch? Daar is groen. Dit en dit heeft ook groen. Ojo. Natuurlijk, is toch handig? Over de stoep is toch handig? Is toch handig? Wist jij dat nou niet dan? Wat een leven. Wat een leven, hè? Opa, ga er maar tussen. Goed zo. Goed zo, grote jongen. Toen was het weer rood. Kijk, en als dat is, was hij al uit, maar hij rijdt in de foto. Hè? Nee, hè? Nee. Zo! Jij durft! Maar echt. Nou, ik laat hem er wel door, anders heb je dat weer een probleem. Maar je er niet wachten, vriend. Nu links afslaan. Ik ga dat niet doen. Dit kleine rotstukje weg. Ja. Het zal vast wel een logische reden hebben, maar... Ja. Alleen je moet hier heel goed opletten. Geen fiets door rood, nee. Kijk. Blijf de weg volgen. Gedurende 3 kilometer. Zo. Ja, pas los. Ja? Yes. Hij had er geen zin in. Nee. Zag je dat? Ja. Jeetje, Mina. Doe ik het nog netjes? Jawel. Dat zeg ik. En dan doe ik het dus nog netjes. Ja. Wacht, hoe zei je dat? Met een radiekje bij. Ja, precies. Zoals je ziet zit ik weer lekker bij Ro in de auto. Bij Ro in de auto in onze eigen auto. Ja, precies. Nee. Maar zoals jullie hebben kunnen zien, ik doe sowieso een hele aparte vlog erover. Maar ik doe even een klein stukje ervan dat ik toch... met deze Range Rover de 100 kilometer heb gehaald om in te voegen op de snelweg. Het is mijn eerste keer dat ik hem heb gehaald, zeg maar. Eindelijk. Ik leer het wel, zeg maar. Alleen ik moet inderdaad de rust hebben.
dus voordat ik dus auto rijles ga krijgen, moet ik gewoon eventjes mijn rust pakken en dan is het dan en dan lukt het mij. Blijkbaar bijzonder. Ja. Helemaal goed zeg bro. Ja, helemaal goud, helemaal best. Ja. Oh, dan gaan we hier allemaal weer wachten. Er moet gewacht worden. Ja. Oren, kijk. Oren, kijk, wat zeg ik nou? Waarom allemaal aan die kant, jongens? Jezus, mine. Jongen, nog aan toe. Dat is iets waar jij niet tegen kan, schat. Ja. Jij, man. Jij staat voor linksaf. Wat gaat ze kom. Dan gaat ze en de verkeerde kant op. En dan toeteren dat ik doorrijd. Blijf lekker op je eigen helft. Oh ja, even een vraag. Zeker. Waarom... Hoe zei Ellen dat nou? Nee, even niet doen, schat. Dit en dit soort dingen. Ik ben gewoon even aan het denken. Waarom zit er op je auto en gevarenlichten? Rijden. Ja, maar waarom? En er zijn een paar dingen waarvoor je dus je gevarenlichten mag gebruiken. Vertel. Als er gevaar dreigt. Ja. Zeg maar, als je stilstaat en het is gevaarlijk, je wil opvallen, er is een ongelukje gebeurd, je wil even iets assisteren, je moet even iemand in en uit laten stappen. Mijn bus zal altijd al die gevarenlichten gebruiken. Oké, waarom zijn er dan mensen en die dat dus niet doen? En bij een verkeerslicht en die dan pech hebben? Waarom wordt dat niet gedaan? Omdat ze dan niet in het gevaar verkeren, zeg maar. Oh, is dat het? Ja. Oké. Okay. Nee, dan weet ik dat eventjes. Top. Mooi. En jij wil je telefoon mee? Ja, dat is zo. Mooi, top. Alleen ik heb geen portemonnee bij me. Jammer. En nou moet ik er al even zien te vinden. Ook wel leuk. Goeie. En mijn eigen man zien te zoeken nu. Ik weet wel ongeveer waar hij naartoe is. Dus het is Ela. Oh, heerlijke vent is dat ook, hè? Dominique. Ah, ik zie mijn eigen man dat je al helemaal houdt. Dus ik ga even hier omheen. Zo, kijk, daar heb mijn mannetje alweer. Kijk, daar loopt hij. Helemaal goud. Helemaal top. Helemaal yes. Ja. Hi, schat. Was je er alweer? Ik ook. Dat is mooi. Ik ga even kijken. Maar ik denk toch niks. Nee, dat. En dat zeg ik. Nee. En dit vind ik een beetje duur, deze. Ziet er wel lekker uit. Ja, maar ik ga het niet doen. Ik vind hem een beetje duur. Ja, nou nee, dat wordt hem dus niet. Nope. Wat zei schat? Rozijnbollen. Ja. Ja, dat was gisteren ook al hoor. Gevuld. Gevuld en met rozijn. Nee. Gevuld met rozijnbollen, schat. Okay. Het zijn... Welke krentenbollen heb je joh? Weet ik niet, moet je vragen. Als iemand rozijnenbollen te duur vindt, wat is dat dan? Weet ik niet. Een krent. Oké, dat is mooi. Goed zo. Zo, Roos nog eventjes met de karretjes bezig. Oh, nou, hij komt er al aan. Hé, dat is toevallig. Ja, ja. Ik heb weer even rijles gehad. Afgelopen zaterdag ging het niet helemaal niet zoals ik het wou hebben, zeg maar. Maar het is nu wel gelukt. Oh, heb je weer een tasje gevonden? Heb je er weer een gevonden, schat? Ja, dat is goed. Ja, dat is mooi. Niet hier weer gedaan. Nee, oké. Okay. Deze moet ik sowieso nog ook zo meenemen naar boven toe. Lijkt me handig. Ja, het lijkt me heel erg handig. Ja. Hoog gaat rijden. Ja. Het is een luime bocht. Dan pleur jij mij thuis af en dan rij je lekker weer gelijk naar huis. Oké, wat misschien. Ja, misschien. Het is een idee. Jij doet een bijzondere verrichting. Meneer, dank u. Hè? Geen voorrang, ja. Nee, precies dat. Jongens, het is alweer bijna 1:30 in de nacht. Ik heb heel weinig gefilmd. Ja, dat weet ik, maar ik heb wel
ook de rijles gefilmd samen met Ella. Binnenkort ga ik dat even weer even samen doen met Basiel, zodat Basiel ook even ook in beeld kan en gaat. Dat is ook leuk. Leuk! Ja. Ja, ik heb gewoon vandaag heel weinig gefilmd. Ik was thuis, ik was moe. Was een hele rare hectische dag, zeg maar. En ja, ik heb mama aan de telefoon, alleen die is nou weg met de hondjes. Ik ga zo meteen wat hier inschenken. Lekker een roze bier, weet ik het. Ik vind het prima. En van de Jumbo, ik wou zeggen Albert Heijn, maar helemaal geen Albert Heijn. Een roze bier. Ja, een roze bier. Dus ja, en als jullie dit al gaan bekijken, dan ben ik alweer in een hel vanzelf. Ja, want ik heb met Ro afgesproken dat ik namelijk de heenweg met de trein ga. Dat is 2,5 uur rijden. En ik al met de trein. Nee, dat is niet zo fijn. En dan neem ik ook gelijk mijn oude fiets mee. Kom dan, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Knip. 1, 2. Ja, mijn meisje. Hey, schatje. Hey, schatje. Nee, je wordt uit. Geef jij mij zomaar een kus? En terwijl ik wel al 2 biertjes op heb. 2. En door je deed je bier. Ja. Geef je mij zomaar een kus, schat. In het begin, en dat ik jou net had, dan wou je dat helemaal niet. Nee. Ga je er weer vanaf? Is goed, schat. Wie wilt? Kom maar, kom eens hier. Kom hier. Beauty, kom eens hier. Beauty, kom hier. Ja, kom. Nee, twee. Ja. Even knuffeltje met mama. Even knuffeltje. Alleen dat vind je nog soms een beetje eng, hè. Knuffel krijgen. Maar dat geeft niet. Geef niet dat je dat eng vindt. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee. Mag. Loffie, kom eens. Kom eens bij mij. Heet mij. Ja. Ja. Hè? Ja, meisje. Hè? Ja, je vindt mijn kusjes geven leuk, hè? Lady en Lady, en die was ook eerst vroeger zo, wist je dat? Nee, nou, dan weet je het nu. Ja, Lady die was echt vroeger ook zo. Alleen maar kusjes geven. Nou ja, jullie zien het nu. Doet ze ook niet meer zoveel. Maar ja. Morgen komt Laura weer. Die zie ik ook dan weer eventjes, ook gezellig. En ja, we moesten nog wat even opsturen naar Ella toe. Ja, wat nog meer eigenlijk? Geen idee. Nee, en ik ben nog steeds blij met mijn haar. Dus Linda, ik ben blij met mijn haar. Echt, ik krijg nog steeds complimenten elke dag weer. Van, oh wat zit je haar leuk. En oh wat een mooie kleur. Dus we moeten weer eens een keertje kijken voor weer ongeveer zoiets. Maar dan misschien weer een hele andere kleur. Misschien groen of weet ik veel. Ik noem maar wat. Maar oké. Ja. Ik ga deze vlog gelijk lekker met jullie samen afsluiten, mensen. Ja, nu al. Ja, is een beetje vroeg. Ik weet het. Maar ja, het is niet anders. Het is eenmaal zo. Dus vond je deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat tevens even leuk, een leuke reactie achter. Dat is niet zo heel moeilijk. En deel het even gelijk met je familie, vrienden. Dat zou helemaal tof wezen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.